John van der Brom. Mooi moment toch wel. Het hing natuurlijk ja. al een tijdje in de lucht dat je je contract zo verlengd heb je um, net officieel gedaan uh, voor één seizoen. Um, wat betekent dat voor jou? Ja, mooi. Ik, uh, ik, ik ben heel blij met, uh, met het vertrouwen, weer het vertrouwen van, uh, van, van de leiding van, uh, van Max en Robert. Dat we uiteindelijk vandaag uh, wederom uh, weer voor een jaar hebben bijgetekend. En ik denk dat we met z'n allen kunnen, uh, kunnen vaststellen dat we uh, ja, op de goede weg zijn. Ik, wij, met z'n drieën zijn ja, eigenlijk wel van overtuigd dat het allemaal nog steeds beter kan en, uh, dan, dan dat we nu al laten zien. En dat maakt het allemaal zo, uh, zo mooi om, uh, om daar ook uh, volgend jaar weer verder mee te gaan. Uh -huh. uh, ja, want het gaat natuurlijk uh, precies wat je zegt, het gaat uh, heel goed. Um, heb je dan nog iets van twijfel of is dat gewoon een beslissing die je in een split second uh, neemt? Of ik twijfel heb? Nee. nee, voor mij zijn een aantal dingen uh, belangrijk. Uh, het sportieve plan, natuurlijk, wat er is, wat we, wat, wat we, waar we mee bezig zijn, met z'n allen. Uh, dat we dat ook vast kunnen houden naar, uh, naar de toekomst. Uh, de mensen, de mensen waar je mee werkt. En ja, dat zijn niet alleen Max en Robert, maar zeker ook alle mensen binnen de, binnen de club, maar vooral ook binnen de staf waar je dagelijks mee te maken hebt. En ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste: de kwaliteit van de spelersgroep. Waarin we ook. Uh, ja, weten met z'n allen dat, uh, dat we op een weg zijn, uh, zijn, inges of een weg zijn ingeslagen waarin we uh, ja, nog verbetering zien. En ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt. En ik heb het ontzettend naar mijn zin. Dat, volgens mij dat, dat straal ik ook altijd uit. Ja. Dan, uh, dan is het mooi. En ja, ook voor mij is het persoonlijk hartstikke mooi dat je, uh, je alweer bijna je vijfde seizoen uh, zo meteen ingaat. En, ja, ook dat is wel uh, iets uh, wat, uh, ja, wat niet vanzelfsprekend is in het voetbal. Nee, in het verleden werd er wel eens gezegd, Sean uh, van den Brom, die hopt makkelijk van de ene club ja. naar de andere, maar tegenwoordig ben je heel honkvast. Ja, zo vast als wat. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, heb je daar uh, nu ook uh, ja, afstand van gedaan, vind ik. Want uh, ja, kijk, ik heb, ik heb altijd de keuzes gemaakt door het sportieve, wat altijd een verbetering was. En uh, nou, nu zit je op een plek waar, uh, waar, je, waar je sportief ook steeds nog beter kan. En daar gaan, we, daar gaan we vol voor om, om, dat, om dat vast te houden. Eén uh, seizoen, is dat voor jou zelf prettig? Want je zou denken, van, het ja. gaat heel goed, misschien eigenlijk wel voor langer. Of, of hoe kijk je er zelf nee, naar? Maar de laatste jaren doe je dat uh, continu. Ik denk ook dat, uh, en, dat en dat zeg ik, ja, de mensen weten, we weten van elkaar wat we aan elkaar hebben. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. En ja, één jaar past daar, uh, past daar prima in. En ik hoop dat we volgend jaar weer zo staan en nog steeds zo goed gaat. En er nog steeds verbetering in zit. Dat, uh, ja, dat je dan weer uh, gaat kijken. Maar ik denk dat het voor beide op dit moment uh, gewoon beter is om dat uh, op deze manier te doen. Dus prima.